Veel mensen zijn voor de transplantatie zodanig ziek dat zij in de thuissituatie hulp nodig hebben van hun partner, ouder of familieleden. Degene die de orgaantransplantatie moet ondergaan is op dat moment de zorgvrager en de partner, ouder of familieleden zijn de zorgverleners. Er ligt een hoge verantwoordelijkheid en druk op deze zorgverleners. Dit kan heel wat vergen van uw relatie met uw partner, ouder of familielid. Na de transplantatie verandert er veel. U gaat zich langzaam steeds beter voelen en u zal meer energie krijgen waardoor u meer kunt doen. Wel moet u nog heel regelmatig naar de polykliniek komen en zal u weer vertrouwen moeten krijgen in uw lichaam. Daarnaast slikt u medicijnen die invloed kunnen hebben op uw gemoedstoestand. Door al deze veranderingen zal u merken dat ook uw rol binnen de relatie of gezin anders wordt. Geef duidelijk aan wat u wel en wat u nog niet kunt. Misschien heeft u het idee dat zij meer van u verwachten dan u al kunt. Voor de partner, gezin of familieleden geldt dit andersom ook. Ook met uw arts of verpleegkundig specialist kunt u hier altijd over in gesprek gaan. Hij of zij kan u handvatten geven om hiermee om te gaan en zal u vertellen dat het niet gek of raar is dat iedereen moet wennen aan een nieuwe situatie. Dankzij de transplantatie is het vaak weer mogelijk om deel te nemen aan sociale activiteiten, zoals hobby's, sporten, maar ook werken. Ga in gesprek met uw arts of verpleegkundig specialist over wat er na de transplantatie mag en wanneer en maak hier voor uzelf een plan voor. Neem de tijd om te wennen aan uw nieuwe situatie. Afhankelijk van het soort transplantatie kan het wel een jaar duren voordat u weer volledig uzelf bent. Hiermee samen valt dat de omgeving die u al vaak kent van de periode dat u ziek was, vaak weet dat u getransplanteerd bent. Dit kan bepaalde verwachtingen scheppen van de omgeving. Zij verwachten misschien dat u direct al zover hersteld bent dat er niets meer aan de hand is en gaan ervan uit dat u direct al hetzelfde kunt als iemand die niet ziek is geweest of getransplanteerd is. Dit kan leiden tot onbegrip bij alle partijen. Ook hier geldt weer hetzelfde: maak dit bespreekbaar. Probeer zo goed mogelijk uit te leggen wat er kan en mag en wat vooral niet. Ook hier kan uw arts of verpleegkundig specialist u in begeleiden. Het is iets wat vaak gezien wordt na transplantatie en is zeker niet raar.